geitenballen, hersens en maden voor Fabienne, Robert en Jan. En hoe smaakt het? Bastiaan in gevecht met een vrouw. En wat is Saddam Hussein van plan met Eddie Walli? Vanavond in Jensen. Hartelijk welkom allemaal. Alles fijn? Heb je nog een beetje leuke dingen gedaan de afgelopen dagen? Nog in de bioscoop geweest? Nee? De nieuwe Matrix of zo? Ja, was die goed? Nee. Oké, dankjewel. Ik heb zelf Lord of the Rings 3 al gezien. Illegale kopie natuurlijk. En ja, Lord of the Rings, je kent het, vol met een hele hoop maffe schepsels. Tovenaars met haar tot op een reet. Een bejaarde vee. En nog een hele zooi engers. Kijk, ik heb even een foto van de cast hier. Moet je kijken? Ja. Die arme Adam, hij is nu getrouwd, maar je hebt vast wel gehoord van die belastingfraude. Van zijn helikopterbedrijf. Echt zuur. Dat bedrijf heeft zich nu ook opgesplitst om meer winst te maken. Is failliet, opgesplitst. Dus Adam heeft zijn helikopter in tweeën gehakt. Dan kan hij dat ding mooi dubbel verhuren. Nou, dit is het onderstel als taxi door Amsterdam. Nou. Ja, en dit is het bovenstel. Moet je kijken. Nou, we hebben binnenkort weer voetbal. Voetbalfans hier. Heel goed. Nederlands elftal speelt tegen Wit-Rusland. Maar er is één speler die niet meedoet. Dat is namelijk, die is door de Engelse douane aangehouden en in quarantaine gezet. Ja, dat komt. Ze zijn daar heel bang voor SARS. En nou ja, kijk maar. En dan even naar het buitenland. De Golfoorlog is afgelopen. Dus komt opeens Israël weer bovendrijven. Maandenlang niks over gehoord. Maar nu, afgelopen weekend, weer 3 aanslagen gehad. Ja, het zielige is dat heel veel kinderen mee moeten knokken. Daar heb je dat wel eens gezien, zo'n kind met een Uzi. Ja, maar gelukkig is de plaatselijke overheid een campagne gestart. Dat vind ik heel goed om dat tegen te gaan. Kijk, dit is de campagne. Kinderen hebben het druk. Van wie zouden ze dat nou hebben? Kijk op sieren.nl. Ja, dat is echt diep triest. Nou, tot slot, wat een hoop mensen deze week bezighoudt, is natuurlijk eindexamens. Iemand toevallig hiermee bezig? Nee, iedereen is oud genoeg. Ik wil even een vriendin van mij toespreken. Ze doet eindexamen moeder MAVO. En morgen staat kleien en ook rekenen op het programma. Weet je, tafel van 10. En de meid, echt, je kan het, schat. Je hebt het al 6 keer geprobeerd. Maar ik weet zeker, nu gaat het lukken. Kel lievert succes. De eindexamens, ik had het ook nooit gered zonder die goede oude bijlesleraar. En hij helpt me nog steeds. Dames en heren, hier is Jan Paparazzi. Jan, goedenavond. Dan ben je weer. Ja. 40 jaar jong. 40 in een week eigenlijk. Eindexamen, dan krijg ik het al. De rillingen lopen dan over me. Ik krijg er ook spaans benauwd van. Ik weet nog, mijn eindexamentijd, maar het waren de 5 mooiste jaren van mijn leven. Jan, wat hebben we allemaal in de show vandaag? Nou, weer een bijzondere uitzending. Robert, donderdagavond 9:30, You're In. 3 gasten. De eerste kennen we uit de musicalwereld. Is ook een zanger geweest. Dat is uit de Drie Musketier, Bastiaan Ragas. Bastiaan Ragas. Leuk. We hebben iemand die presenteert en vroeger ook gezongen heeft. Toet Fabienne, Fabienne de Vries. Fabienne de Vries, Toet. Wow. En we hebben een man die zichzelf bestempelt als de golden voice van Europe. Eddie Walli. Eddie Walli? Daar ben ik erg benieuwd naar. Voordat ik het vergeet, we hebben vanavond een speciale gast hier in het publiek. En ik wil hem heel eventjes groeten. Meneer Hussein. Goedenavond. We zullen niemand zeggen dat u hier bent vanavond. U zit hier gewoon helemaal incognito. Leuk dat u er bent. Leuk dat u Saddam Hussein, dames en heren. Leuk. Ja.
Hij wilde gewoon een keer komen kijken. Hij had weinig te doen tegenwoordig. Leuk toch? Is hij altijd welkom hier, Jensen. Dames en heren, eerste gast. Hij mag avond aan avond Tooske aflebberen. Maar vanavond mogen wij met hem spelen. Het is een van de Sneerlands grootste musicaltalenten. Bastiaan Ragas. Het publiek gaat helemaal uit zijn dak. De laatste keer dat we dat hadden was toen met de dochters van Gert en Hermien. Maar... ja, die waren ook heel enthousiast. Die waren ook heel enthousiast. Ja, Bastiaan komt ook echt op als een musicalster. Hij weet meteen hoe hij de stage moet pakken. Stage, pak het. Ja, Bastiaan die heeft nog een hoop andere dingen gedaan. Laten we daar heel even kort naar kijken. Hij is acteur, musicalheld en vooral vochtopwekker bij Vrouwelijk Nederland. Het begon allemaal met jongensbandje Caught in the Ass. Act! Hun plaatjes waarbij je een hotdog cadeau krijgt, zijn een veelgevraagde lekkernij. De jongensband heeft succes over de hele wereld, behalve hier. Ja, ja, die kennen we, de Gerard Joling-smoes. Maar nee, dit is echt waar. Ze verkochten 12 miljoen platen en de Backstreet Boys stonden in hun voorprogramma. Bas ging al snel solo en kwam in contact met Ome Joop, die hem de planken optrok. Hij krijgt zelfs een musical award uit handen van Ayaan Hirsi Ali. Hier feliciteert zij hem ermee. Het is ook nooit goed, het moet weer wat anders. Ziekenhuisserie zat, dus vast wel een plekje voor dokter Bas. En thorax toont ook geen afwijkingen. De echo's en contusiehaarden te zien bij de mild en de lever. Intracapsulair hematoom. Mag ik de status, Emma? Nou, snapt u het nog, dokter? Als een volleerd chirurg besluit hij voortaan te opereren met zwaard in een nieuwe musical, De Drie Musketeers. Geen slechte klus, want je mag mooi iedere avond Tooske schaken, na een wild mannelijk gevecht natuurlijk. En daarna krijg je de beloning. Lekker onder de douche met die leuke meid van Idols. Beetje tutten met de shampoo en sponsjes. En zo is Bastiaan een van de weinigen die haar TMF Awards van dichtbij mag bekijken. Dat heb je toch mooi bekeken, Bassie? Ja, dat is mooi. Bas, we moeten het natuurlijk even hebben over dat Caught in the Act. Ja, dat was wat, hè? Dat was wat. Zo, gewoon zo'n jongensband. Maar dat klopt, het was enorm succesvol, hè? Ik heb gehoord dat de Backstreet Boys stonden bij jullie in het voorprogramma in Duitsland. Ja. En was dat, heb je contact met die gasten ook gehad? Jullie met z'n tienen na afloop onder de douche met z'n allen? Ja. Nick, raap de zeep eens op, jongen. Dat was met Take That natuurlijk. Dat was met Take That, ja, was dat. Dat was, ja. Dat was het toertje ervoor. Ja. Kan je nog een paar van die danspasjes uit die tijd, Bas? Nou, dat wordt veel gevraagd. Ja, maar je doet het nooit meer. Maar? Doe er eens, we willen toch even Bas een beetje... Ja, ja, hoor dat eens. Ja? Ja? Ik ga nu echt naar de school klappen, hè? Ja, ik wil eigenlijk de deur op, maar ik kom er ook even bij. Oké, dan kom ik er ook even bij. Het is belangrijk om je voeten zo te zetten. Zo. Nee, zo. Met je zo. Die zo. Die kant op, zo. Hé, Jan, en ze wilden ons nog hebben in Take That. Ja, ja, ik heb het nog. Blijf staan. Ja. Kijk die camera in. Je hoofd een beetje schuin. Dat is belangrijk. Zo. Ja, dat ziet er bij jou beter uit dan bij mij. Ja, maar dat is oefenen. Je handen een beetje uit elkaar. En dan een beetje zo. Ja. En dan moet je ze eentje naar beneden. En dan let op, dan doe ik het even voor. Ja. Als die camera even op mij kan. Ja, de camera op eventjes, gewoon eventjes even solo shot. En hij mag daar blijven ook, hoor. Zo. Een solo shot. Solo shotje, dat is even belangrijk. Ja. Let op. En dan doe je zo, en dan kijk je zo. En dan moet je heel zwoel die camera in kijken. Gewoon denk aan een meisje zonder schaamhaar. Ja. Ja? Nou, als jou dat opwint, ik denk liever aan een 30-jarige vrouw, maar oké, als jou dat opwint, doe dat ook dan. Ook zonder schaamhaar. Kijk ernaar. Ja? Denk voor jou dan aan dat 12-jarige meisje. Ja, ja, zeker, want die moet ik die 6 euro uit de zak troffen. Aan wie denk jij? Nou, niet aan jou, Bas, eerlijk gezegd. Denk aan Patty, Jan. Aan Patty denk ik, ja. Jan denkt aan Benny Nijman. Ja. Robert denkt aan Albert Verlinde. Ja, heel goed. Ja, en ik denk aan mijn vrouw. Ja. En dan je handen een beetje omhoog laten gaan. Ik denk ook aan jouw vrouw trouwens. Dat is mooi, hè? Oké, en nu, daar ben ik dan. En dan even een muziekje. En dan... Oh ja. Jan, kijk uit. 1, 2, 3, 1, 2, hier gaan we weer. Ja. Ja. Ja, nog een keer. Maar dat is het, hè? En we gaan nog even door. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Jongens. Ik slaap het er. Kijk uit voor je rug, jongen. Ja, dus, alles doet zeer. Het is 10 jaar geleden, dus het is nog een beetje roestig. Zo, nou ja, het is voor mij ongeveer nog nooit gebeurd. Hey, dank je. Heel goed, dat is top, dames en heren. Ja. Ja, geweldig. Ja, dank je wel. Ja. Ik heb mijn best gedaan, hè? Ja, dat is heel goed. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb gehoord van mensen die, waar jij in dat stuk mee zit. Kijk, jullie moeten heel veel doen met een soort van schermen achter iets. Hè? Met zwaarden achter, hoe noem je die dingen? Degens. Rapier. Rapier. Dat is een mooi woord. Rapier, prachtig woord. Rapiers. Rapier. Ja. En het schijnt dat je daar heel fanatiek in bent. Ja. Dus wie hebben we uitgenodigd voor je? We hebben een schermster uitgenodigd. En niet de eerste, de beste. Dit is de nummer 5 van de wereld. Ja, iemand die kan schermen. Zo'n professionele schermer. Een stur. Ja, zo'n stur. Oké. Okay. Oh, jij denkt dat je eraan kan? Omdat het een vrouw is. Nee. Sexist. Nee. Vijf. Nummer 5 in de wereld. Er zijn dus maar 4 vrouwen beter dan zij. Oké. Okay. En daar ga je straks mee schermen. Om te kijken of deze musketier het echt kan. Oké. Okay. Dat krijgen we straks, dames en heren. Hier bij Jensen. Blijf kijken. Straks bij Jensen verliest Bastiaan Ragelaar van een vrouw met een zwaard. En hoe heeft Eddy Wally zars gekregen? Blijf bij Jensen! Koop voor 27 mei staatsloten en maak automatisch kans op 2 van de 40.000 Stones tickets. Dus snel naar de winkel en maak van je staatslot je Stoneslot. Meer kans, meer geld in de staatsloterij. Douglas staat tot 2 juni helemaal in het teken van Dior. Met onder meer de nieuwe Dior zomerlook, het onweerstaanbare parfum Dior Addict, J'adore op een top vrouwelijk, 10% korting op alle Dior producten en een exclusief cadeau bij besteding vanaf €49. Douglas. Al staatsloten gekocht? Wacht niet te lang. U heeft nog maar 5 dagen. De nieuwe Braun Silke Peel is de zachtste manier om haartjes met wortel en al te verwijderen. Voor mooie gladde benen die glad blijven tot wel 4 weken. Braun. Designed to make a difference. Ik heb ze even gebeld voor vervangend vervoer bij BTO. Zo mooi aan deze autopolis. Het staat een van de laagste premies en ze regelen echt alles. Dag mevrouw van de Ven. Mag ik misschien uw handtekening? Ja hoor, tuurlijk. Bij het kruis graag. Dank u wel. Je bent geweldig! Ik ben opeens wel erg populair. Ik weet niet hoor. Maar zou dat nou door FBTO komen? Onder andere, mevrouw van de Ven. Onder andere. Te koop op video en dubbel DVD. Die Another Day. My friends call me James Bond. Zinderende actie, sensuele verleiding, spectaculaire stunts. Nu te koop op video en dubbel DVD. James Bond in Die Another Day. No time to wait. No time. No time to wait. No time. No time to wait. Die hond aan je eigen broer. Nee, niet de hond. HP All-in-One printer met proefdrukvel. Maakt het wel heel makkelijk om alleen de beste foto's te kiezen en te printen. Oh, dat doet pijn. Een romantisch aanzoek op een idyllisch eiland met natuurlijk een dolblije moeder. Maar o jee, wie is eigenlijk de vader van de bruid? De 3 stoere kandidaten strijden om de eer.
en laten het wilde verleden van moeders herleven op de grootste hits van ABBA. Joop van den Ende presenteert Mamma Mia. Wat een verhaal, wat een musical. Reserveer nu 0900 300 5000. Weet u wat beter is? Een plak ontbijtkoek of een plak cake? Een handje nootjes of een handje chips? Een plakje achterham of een plakje salami? Als je cholesterol omlaag moet, helpt de B-cel voedingswijzer daarbij. Nu gratis bij een kuipje B-cel proactief. Aanbevolen door de Nederlandse Hartstichting. Think where others don't. The Nissan Primera, a new form of intelligence. Ja, 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 strak hè. Triple kookzones, wokbrander, stoomkoker. En gebruik je dat ook allemaal? Geïntegreerde frituurunit, Canadese broodmaker. Hey, pizzaatje halen. Waarom iets kopen wat je nooit gebruikt? Bij ons betaalt u alleen voor wat u echt nodig heeft. Met keuze uit 3 netwerken. Debitel, de zekerheid van de juiste keuze. Zo, hi. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... geel. Een banaan. Nee. Bel je suf met een hi-abonnement. Zo heb je 200 belminuten voor maar 30 euro per maand. Zo, hi. Vivid Cholles Control. Verlaagt het LDL-cholesterolgehalte met gemiddeld 10%. Als je nu een hi-abonnement neemt, krijg je gratis 600 belminuten extra. Daarmee bel je helemaal suf. Zo, hi. Yorin FM en Pepsi Jar present... de release van het direct album Over the Moon. Luister volgende week naar Yorin FM voor exclusieve kaarten voor de albumpresentatie van Direct. Op 4 juni in de Pepsi Stage in Amsterdam. The Pepsi Chart, the world's biggest chart show. Een nachtje in een hotel met Mr. Bean, dat wordt een prettig gestoord verblijf. Morgen om 8:30. Om 9:00 probeert die agency via geavanceerde opsporingstechnieken een terroristische organisatie te ontmantelen. En terrorist John Travolta kaapt een bommenwerper met nucleaire wapens aan boord in de blockbuster Broken Arrow. Morgen bij erin om 8:30 Mr. Bean, om 9:00 The Agency en om 10:00 de blockbuster Broken Arrow. Terug met Bastiaan Ragaz, de meest succesvolle musicalster op dit moment. Je gaat zo schermen om even te kijken of je dat echt kan. Maar ik wil eerst nog even wat andere dingen. Die drie musketeers, hè? Hoeveel optredens, voorstellingen hebben jullie per jaar? 7 keer in de week. Zes dagen. Keer in de week? Elke 6 dagen in de week, 7 voorstellingen. Is het ook zo dat soms iemand echt voor de gein, om je een beetje fris te houden, iets heel anders doet? Iemand zijn reet laat zien of zo, weet je wel. Ja. Dat soort trucjes die worden wel gebruikt in films vaak. De reet laten zien, dat is nog niet gebeurd. Nee. Maar als Toosje kijkt... dat Toosje opeens... Ja, ik moet heel zeggen dat Toosje groeit een beetje bij mij. Ik moet zeggen, een tijdje geleden, ik vond haar zo irritant. Zij was echt zo iemand, die kon me zo aan irriteren op tv. En wat was het dan wat je irriteerde? Nou, dit, hè. Van, ik ben net, ik kom uit New York gevlogen, business class. En ik was daar de Los Angeles Times, zat ik te lezen. En Joop wilde me hebben, koste wat het kost. En ik ben het gaan doen. Ik dacht, kan ik het allemaal aan? Oh, weet je, dat is echt... Ja, maar zo is het helemaal niet. Nee? Nee, joh. Dat beeld had ik wel van haar. Ja, maar het begint nu een beetje bij te stellen. Nee, maar ze is super relaxed, dus dat klopt niet. Ik wil hem echt absoluut gaan zien. Ja, ik heb er niet zoveel gezien, musicals in mijn leven. Ja, ik ga meestal niet, want ik vind het gewoon irritant. Ik kan niet bellen daar. Ik moet gewoon sms'en, bellen, de hele tijd. En ik blijf dat ook gewoon doen. Dus als ik een keer in de voorstelling ben, dan merk je die gozer die de hele tijd zo zit. Ja. Wat? 2 ton, anders doe ik het niet. Ja. Waar waren we? Heb je nog meer plannen qua musicals of zo? Ja.
Ja, Albert, musical is, nu is Drie Musketeers, is wel mijn ding. Iets kleins met Albert Verlinde of zo? Ja, Albert Verlinde. Ja, die heeft nu ook een musical, The Anus Reloaded. Dat is een fantastische musical. Nee, maar... Wat is het met jou en Albert Verlinde? Nee, is dat ding? Want ik heb vorige week gekeken. Ja. En toen begon je ook over Albert. Ik wil dat toch eens weten. Hoe zit dat precies? Ik vind zo'n slijmbal. Zo'n verschil. Dat trekken. Dat altijd verongelijkte. Zo van, ik word daar zo moe van, hè. Oh, die mensen. Ja, Jan kan het nog beter nadoen. Doe hem eens in die camera, Jan. Ik word daar zo moe van, die musicalwereld. En natuurlijk, Joop van den Ende heeft fantastische dingen gedaan. Maar dan nu weer dat uitmelken van die Drie Musketeers. Dan zie ik zo'n Bastiaan Ragas zitten bij die Jensen. En ik word zo moe van die Jensen. Gauw het volgende onderwerp, Bo. Ja. Niet I say more. Ja, nee, rest my case. Zullen we eens even wat kijkersvragen doen? Dames en heren, de kijkersvragen met Jan Paparazzi. Oh, Robert, onze trouwe briefschrijvers zijn weer terug. De trouwe briefschrijvers? De jonge school uit Reet in België. Met de vraag voor Bastiaan. Ja. Hi Bastiaan, s'nachts, als hier op school de lichten uitgaan, spelen we in de slaapzaal vaak de Drie Musketeers. Ja. Onze spreekwoordelijke zwaarden vliegen heftig in het rond en de vellen hangen er dan bij. Ja. Maar jij doet het iedere avond. Doet dat geen pijn? Oefening helpt. Oefening baart kunst. Je kan het in principe gewoon hebben? Ja, als je het op een gegeven moment gewoon vaak genoeg blijft doen en je ontspant. Wat de jongens hier op de slaapzaal doen s'avonds? Ja, ontspannen is belangrijk. Ik denk dat het is. Ontspannend allemaal. Ben je als geblesseerd geraakt? Ik ben van de week weer op mijn pink geslagen. Ja? Ja. En daar hebben ze een foto van gemaakt en hij was niet gebroken, maar zwaar gekneusd. Oh. Ja. Heel macho van je, jongen. Ja, goed, hè? Stoer, hè? Je pink. Ja, heel goed. Ik kan wel een verhaal houden over mijn pols, maar dat is niet waar. Dus het is die pink. De pink, ja. En, allemaal onzin. Je nagel ooit gescheurd? Nee, mijn nagellak is er wel eens afgekrast. Oh. Joop, ik kan niet komen vanavond. Nagellak. Joop, mijn nagel gescheurd. Ja, dus, dus ontspannen. Ontspannen is belangrijk. Ik heb er nog eentje. Ook uit de jongensschool van Reet in België. Nog één? Ja, Rudy van klas 3A. Jongensschool Reet in België. Beste Bastiaan, ik ben een jongen van 15 jaar en ik heb een rare vraag. Ik wil graag op ballet. Bovendien ben ik erachter gekomen dat ik graag een damesmajoot draag. Hoe heb jij thuis verteld dat je ging dansen? Ja, ik zou het gewoon vertellen. Ja, hoe kom nou? Jij zat aan de zuurkool s'avonds om 6 uur en je zei, pa... Pa, ik moet je wat vertellen. Ik trek een majoot aan. Ik bedoel, jij bent een kerel. En ik wil graag in een jongensbeentje. Ik wil dansen en ik wil voor uitverkochte stadion staan en meisjes voor mijn deur en ik wil niet studeren. En wat zei hij toen? Jongen, je vader gaat al 40 jaar naar de fabriek. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hij zei van, joh, doe gewoon lekker wat je wilt doen. Dus gewoon je tutu aantrekken. Ja, je tutu? Je tutu aantrekken, of wat hij ook wil aantrekken, en zijn schoentjes aan. Of zat jullie hele familie in tutus aan tafel? Nee. Ik kan het zo. Dit is een hele familie in tutus. Nee, maar gewoon trek je eigen plan. Trek je tutuutje aan en hup naar school. En jongens, ik ben, hoe heet hij? Dat is jongen uit Rudy. Rudy. Rudy uit 3C. Nou, Rudy zet hem op. Maar je hebt er nooit voor geschaapt, nooit gewoon gedaan van... Voor die tutu? Heb je nooit gepest ook met het feit dat je ongetwijfeld... Toen ik 17, 18 was en ik zei van ik wil in de muziek en zo. Toen zeiden ze allemaal, ik ga studeren en ik wil piloot worden. Ja. En toen kwamen ze 4, 5 jaar later kwamen ze in Duitsland kijken. Toen zeiden ze, ja, precies, dat wilde je. Ja. Dus dat helpt. Dus gewoon trek je eigen plan. Tutu maar aan. Eigen plan, dan komt het wel goed. En hoe heet die schoen ook weer van ballet? Jan, wat heb jij dat aan? Dat weet jij wel. Dameschoentjes. Dameschoentjes. Doe je dameschoentjes en je tutu aan. Ja, heel makkelijk. Okay. Jan, heb je nog een vraag? Ik heb er nog eentje. Ja, Jim uit Idols vraagt. Ah, hi Bas. Hi. Ik heb nu een grote hit, ondanks het feit dat het klinkt alsof ik een Mars in mijn neus heb zitten. Veel mensen vinden mijn hit niet echt, omdat ik er zelf niks voor gedaan heb. Wat vind jij als oude boybandzanger van mijn plaat? Ja, ik vind het knap dat jongens van 15 en 16, Jamai en Jim, die zitten midden in de puberteit. Die zat hier ook, ik heb hem gezien bij. Ja, ik vind het knap dat ze de stormen van die enorme onzin redelijk weerstaan en toch zichzelf proberen te blijven. Want dat is natuurlijk helemaal niet voor te stellen. Als je 15, 16 bent, dan moet je lekker op school zitten en achter je vriendinnetjes of vriendjes aangaan. En je eigen plan trekken. Wat zit je nou weer Step Right Up te zingen? Ja. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Jongens, 15, 16, waar gaat het over? Ik geloof dus dat Jamai geen homo is. Nee, maar iedereen zegt dat allemaal. Mag ik je wat vragen? Volgens mij is dit een enorme... Ja, kijk, jij zegt dat nu ook alweer. Nee, maar... Zo tussen neus en lippen door. Ik hoopte dat je dit ging zeggen. Ja.
Dan denk ik van jongens, die jongen is 15. Ja. Wat wil je nou? Kan die jongen daar wat zinnigs over zeggen? Wat denk je, ja, ik ben homo. Ja. Nee, natuurlijk niet. Die jongen is 15. Ik heb er al 5 gehad. Ja. Nee, ja. En ik heb een tattoo in de kast liggen. Dat kan dus niet. En ook al is hij het niet, dat is ook niet interessant. Nee. Een jongen van 15, zeg wat ik zei. Zeg zo, ik word daar zo moe van. Ja, ik word daar zo moe van, hè? Ja, dat ding. Dat gezeur altijd over Jamai, dan weer homo, dan weer niet. Nee, maar het is 15, 16. Heel goed, heel goed. Maar goede plaat, ik vind goede plaat. Goede plaat, top, en alles is groots en meeslepend. Ja. Eventjes het volgende. Groots en meeslepend. Ja. Bas, we hebben het net al over, even kort over gehad. Ja. Het schijnt dus dat met die drie musketeers, met die dingen, hoe heet die dingen ook alweer? Riga's? Ja, Riga. Nee, rapier. Rapiers. Die vampiers waar ze mee aan de gang. Kijk, daar is er eentje. Het schijnt dat Bas nogal fanatiek is als hij eenmaal onstage is. We gaan eens even kijken of hij het een beetje kan, Bas. Want wie hebben we uitgenodigd? Dames en heren, de nummer 5 van de wereld. Ja, hier is Sonja Tol. Ja. Levensgevaarlijk zo'n vrouw met zo'n ding. Maar ik zou zeggen... Ik ga maar even opstaan, hè? Je gaat je het gevecht aan. Hij heeft net al een beetje door laten schemeren dat hij zich geen zorgen maakt, aangezien je een vrouw bent. Nee. Dat heeft toch weer een ander soort spanning, dat bedoel ik. Om meteen erachteraan te zeggen dat Jamai een homo is. Ja, ik snap het echt niet. Nee. We gaan eens eventjes... je bent nummer 5 van de wereld, hè? Ja. En de 4 keer Nederlands kampioen geweest. Jullie hebben allemaal James Bond gezien? Ja. Here we go. Ja, dit wordt spannend. Doe jij hem ook op, Sonja? Of ben ik alleen die loser die dat ding op doet? Nee, zij gelooft het wel. Zij heeft er vertrouwen in de afloop. Ik heb haar eventjes zien warm lopen. Heb je het wel eens eerder gedaan, zo met een professioneel iemand? Nee, natuurlijk niet. Here we go. Oeh, wat een levensgevaarlijk wijf. Zag je dat? Zo! Ze had je gewoon in je hart. Ja, hier man. Mijn borstbeen. Ja, nee, okay. Wauw. Nog een keer. Tweede. Pak er. Pak de bal. Zo. Ja, wel. Weer nog een keer. Ja, wel goed. Wel goed. Ja, wel goed. Ah! Nee, je had er. Heel goed. Heel goed. Ja, we gaan nog even door. En nog even één. Ja, ik heb er genoeg van. Ik vind wel, je hebt wel een paar goede bewegingen, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is vooral die knie, hè? Ja. Oh, oeh! Jan, ben je van linker? Ja. Ja, heel goed. Sonja, ga hier staan. Daar zit er wat. Blijf je nou gewoon zitten en laat je haar staan? Nou, maar ik dacht dat ik erbij kon. Ben je toch ook een sociaal... Met die dikke pens zit je daar gewoon bijna te wachten op een biertje... zit je terwijl je de gast laat staan. Neem me niet kwalijk. Jan, blijf... Kijk eens, Sonja. Alsjeblieft. Hè? Jan, ga jij maar even naar achteren voor straf. Jan, weg. Nee. Jan was gewoon asociaal. En meneer Hussein, wat hadden we met hem gedaan in Irak? Heel goed. Pak. Hey, kon niet een beetje, of niet? Ja, bewoog wel goed. Hij bewoog goed. Het is natuurlijk een handicap, zo'n zwart pak eroverheen. Maar hij was wel, hij was niet slecht. Hoe zou je hem nou indelen? Was het echt een amateur? Of kan hij gewoon goed acteren dat hij het kan? Of? Nou, ik denk wel de juiste attitude om te doen alsof hij het heel goed kan. En dan valt het misschien toch een beetje tegen. En dat geschreeuw er tussendoor, dat is goed, hè? Ja, ja. Okay. Ik dank je dat je gekomen bent. En dames en heren, Sonja Tol. Ja. Nu mag Jan weer terug. Jan, kom maar weer. Jan, kom maar. Oké. Oké, jongens. Ah, sociaal, nou, ja, man. Is inderdaad wel waar, sorry. Ja. Nou, hey, Bas, dat ging best goed, vond ik. Nou, zij heeft natuurlijk echt met gemak... gewonnen. Maar ik vond, als een leek zag het er goed uit. Hey. Ja, ik vond het een beetje gênant. Ik kan heel verhaal houden over grootste mee slepen, bigger than life. En ik word echt gewoon meteen in elkaar gehakt. Nou. Beetje gênant. Ik zou zeggen, leef je uit op Tooske morgen. Kom alle kijk. Dames en heren, Bastiaan Raga.
Jan, Robert en Jan, zouden dat wat zijn als jouw partners in crime in de Drie Musketeers? Nou, we hebben twee musketeers erbij zitten. De een heet Portos en de ander heet Athos. De ene is gespeeld door Henk Poort, de andere door Kees Geel. Dat zijn wat oudere, beetje dikkerige, van het leven genietende connoisseurs die van eten en drinken houden. Dus ik denk dat Robert en Jan er alle twee daar wel een rol in kunnen spelen. Fantastisch. Fantastisch was die Bastiaan. Vond je het ook leuk, Saddam? Bastiaan, dat was je top, hè, volgens mij. Heel goed. Dames en heren, ze was de rechterhand van Reinhard Oerlemans en ook de rechterhand van veel fantaserende mannelijke TMF-kijkers. Hier is multitalent Fabienne de Vries. Hoe is het? Ja, goed. Wat zitten die stoelen lekker. Ja, hè? Nou. Ja, dat is niet het enige wat lekker zit, hoor, hier. Oh. Hey, Toet. Zal ik de ijsblokjes al laten zien aan je? Ja, nee, dat moet ik even zeggen. Ja, Toet is zo, die pak me al aan achter de schermen. Ja, ik heb haar ooit op de radio een keer gevraagd. Een roddel die ik gehoord had, een gerucht. Ja, Wessel heeft dat volgens mij de wereld ingebracht. Wessel van Diepen? Ja. Ja, dat is absoluut. Die heeft het in de wereld gebracht. Die sloot ook altijd af. Die zat voor mij in zijn programma. En die sloot altijd af met, nou, veel plezier met Toetoet Fabienne. Oh, Toetoet. Daar, ja, Toetoet, ja, want hij had inderdaad een keer verteld dat jij van tevoren, vlak voor de uitzending, even met een ijsblok langs je tepels ging en dat ze daardoor wat harder waren voor de mannelijke kijkers. Ja, kijkertjes, ja. Hè? Ja. Die hun eerste schreden zetten op sekspad. Maar dat was niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee. Nou, heel goed. Fabienne is hier te gaan. Laten we even kijken naar een kort overzicht van haar leven. Dit is er dan. Fabienne Monique de Vries. 29 is ze met al een heel leven achter de rug. Hier is ze nog koesie-koesie en hier is ze, oh, zoals we haar kennen, een lekkere stoot. Maar ze wil meer. Ze wil bekend worden, dus wordt ze Miss Utrecht. De andere kandidaat was trouwens Henk Westbroek. Dit is haar sollicitatiegesprek bij TMF. Ze wordt aangenomen en ze wordt er in het diepe gegooid. Maar kan gelukkig vertrouwen op haar interviewtalenten. What's up? Anna. Anna, yeah, well. Anyway. Fab wil de muziekwereld van de andere kant bekijken en gaat dus zelf zingen. Ze weet hoe het wereldje werkt. Een lekker deuntje, plus een vette clip in Vegas, plus een sexy outfit is hit. En ze maakt een nog grotere stap. Weg bij TMF en co-host in de Arnie Albert Show. Oftewel, Fabienne is het nieuwe kroephoekje van Wedden Dat. Ome Joop geeft haar een eigen show, Wanna Have. Samen met Winston Gerstano dinges. Daarin geeft ze bejaarden leuke tips over gadgets en ja, de laatste trends. Wanna Have staat natuurlijk voor gadgets. Nou, we hebben er weer één en niet zomaar één. We hebben een mobiele telefoon die nu werkelijk alles kan en alles heeft. Wat dacht je bijvoorbeeld? Dan houdt het ineens op. Een zwart gat volgt en een periode van verplicht thuiszitten. Maar La de Vries laat zich niet kisten. Gaat zelfs even terug de schoolbanken in en komt terug op V8 met Fear Factor. Kijk, dit zou ik Albert Verlinde nou graag een keer aan willen doen. Hè, Appie? Dat niet gekker worden. Ik denk dat ik ook maar wegloop. Voordat we even een aantal dingen doornemen over dit filmpje, maar je hebt ook een radioverleden, hè? Ja, daar ben ik begonnen. Ja, en dat vind ik zo opvallend. 3 jaar radio, waarbij ik zowel een muziekprogramma had als een nieuwsprogramma. Dus wethouders en zo. En dat ging dan over de politiek en de maatschappelijke onderwerpen van de Ronde Venen. Ja, want ik vind dat zo opvallend. Want ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar je hebt nou niet het stereotype uiterlijk van een vrouw die bij de radio werkt. Nee, nou, ze waren daar echt ook al 7 jaar op zoek naar een vrouw. En een oud klasgenootje van mij werkte daar. En wij moesten ons promoten voor de Miss Universe-verkiezing. Dus toen dacht ik, nou, hoe kan ik zo'n breed mogelijk publiek bereiken? Ik bel hem eens op. En toen kwam ik daar en toen dacht ik van, jeetje, al die knoppen. En ik vond het allemaal heel, ik ben wel een beetje technisch, dus ik vond het... Fijn, al die knoppen. Heerlijk, al die knoppen. Dat is ook dus een van de dingen waarop ik in radio zit, vanwege de knoppen. Maar het is echt wat de meeste vrouwen bij de radio... Ik ben ook altijd heel lang op zoek geweest naar een vrouw die graag radio wilde maken. Maar de meeste, ja, je kan het geen eens vrouwen noemen die dan daadwerkelijk bij de radio komen. Ja, gek is dat, ja, dan moet je de deurposten verbreden, weet je wel. Ja, maar dat is echt... Dat is heel
raar. Het zijn geen vrouwelijke vrouwen. Het zijn dan, want ik denk dat ook omdat het een mannenvak is, dat vrouwen zich vaak spiegelen aan een man. Maar het gaat zo ver, dan komen ze echt binnen, weet je wel. Valt er nog wat een neuk in? Ja, het klinkt heel plat. Is het ook. Maar het is, dat is heel opvallend. Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik hoop dat ook in de toekomst wel weer te gaan doen. Maar Toet, ik zag al het Toet van Toet Fabienne. Want we kennen je natuurlijk, TMF, dat is eigenlijk je doorbraak geweest. Ik vind het heel leuk dat jij me zo nog steeds noemt. Altijd Toet. Zeg, hey Toet. Op straat hoor ik het ook nog wel. Het is echt een soort vaste bijnaam geworden. Toet. Maar dat was het beginperiode van TMF. Wie heb je allemaal geïnterviewd? Ik zag Robbie Williams daar. Klikt het een beetje? Nou... Niet echt. Jawel. Oh, wel. Ik was echt helemaal weg van die vent. Jij van hem? Ja. Maar hij ook van jou? Nou, het was wel leuk. Dat is op zich wel een leuk verhaal. We waren, hij kwam voor het eerst naar de studio. Althans, hij was voor het eerst. En hij zou bij mij zitten. En daarvoor had hij een interview met Bridget. En Bridget die had hem een beetje in de maling genomen met een woordgrapje. En oh, toen, daar is ze ook zo goed in. En toen dacht ik van, oh jee, dan is hij natuurlijk zo meteen helemaal chagrijnig als hij straks bij mij live in die uitzending zit. Vanwege dat woordgrapje, ja. Ja, en dat hij daar geen zin meer in zou hebben. En dat ik met dezelfde vragen zou komen. Dus toen heeft Isabel me echt aan mijn hand meegenomen. In de kantine gezet. Toen hebben we samen eigenlijk een heel nieuw interview voorbereid. Ja. En ik was een beetje, toch een beetje zenuwachtig en zo. Hij zegt, wat is er toch? Wat is er nou met je aan de hand? Ik zeg, net dat andere interview. En ik weet helemaal niet of je er nog wel zin in hebt. En dit en dat. Toen zei hij, wacht maar, dat komt wel goed. En nou, ik denk dat we echt binnen 5 minuten... Ik heb familie in Manchester wonen. En hij is natuurlijk Manchester United fan. Komt het leuke gedeelte van het verhaal nog? Ja. Nee. Dat is heel gemeen. Nee, even niet die Manchester familie. Nee, we hebben daar in de uitzending staan voetballen. En is helemaal goed gegaan. Gewoon heel relaxed. Heel relaxed. Oh, wat goed. Ja. Wie was, hoe heet je ook weer, die andere feature? Weet je over Isabel. Ja. Wie was dat ook alweer? Isabel, die zit nu op 3FM. Oh, ja, ja. Nee, die ken ik niet. Die zit nu op 3FM inderdaad. En wie heb je nog meer gehad qua interview? Toen zit me aan te kijken. Nee, wie heb je nog meer gehad qua interview? Nou, de Spice Girls, de Backstreet Boys. Zo'n beetje alle boybands die er de revue de afgelopen... of in die 4 jaar gepasseerd zijn. Wie vond je het minst leuk? Ja, Yvonnie had gevraagd wie vond je het leukst. Wij natuurlijk tegenover. Nee, ja, wie niet... moet ik even heel goed... Shaggy was niet leuk. Vond ik echt een leier. Shaggy? Was die misschien stoned? Nou, een hele rare vraag misschien. Nee, maar hij is wel onverstaanbaar. Ik heb ook van die artiesten, sommigen kunnen zo vervelend zijn. Nou. Die hebben er helemaal geen zin in. Nee, ja, dat is meer met die alternative rock bands. Ja, die hebben er geen zin in, maar gaan er toch zitten. Ja. Beetje zo'n chagrijntje Oosterhuis hier een paar weken geleden. Was niet lief. Nee, dat was niet. Zo ga ik ook aan. Je hebt er geen zin in. Jij vindt je muziek, je wil dit helemaal niet promoten en zeker niet hier zitten. Ze keek me aan alsof ik een stuk stront was. En ik denk van, waarom ga je er dan zitten? Maar jij hebt het ook denk ik een paar keer meegemaakt. Dat klopt wel, ja. En ik had echt zoiets van, ja, ik zit hier voor jouw promotie en niet andersom. Ja. Dat is ook wel zo. Zullen we eens kijken naar, is even leuk voor de mensen thuis, gewoon even een aantal, wat vaak weet je, heel veel mensen zullen niet weten dat je bij TMF begonnen bent. Maar even een paar anderen die ook bij TMF begonnen zijn. Welke van de 5 vond je het leukst? Ik moet zeggen, als ik... Gewoon qua het op VJ zijn baseer vond ik Tosca toch wel heel erg goed. Die had altijd een bepaald enthousiasme. Die was heel erg goed in zich ontzettend verdiepen in... ik mis trouwens wel Isabel daar. Even, want die Isabel? Was, ja, want Tosca en Isabel waren gewoon allebei heel erg journalistiek altijd bezig. En ja, serieus. Voor zover je... Hoe kan je dit serieus zeggen? Het ging over aankondigingen voor 11-jarigen. Jawel, maar er zaten ook interviews bij. Journalistiek bezig zijn. Dat doe jij dus ook niet nu. Nee, zeker niet. Ja. Er is ook niemand die dat denkt. Nou ja, goed, er moesten toch interviews voorbereid worden. En zij deden dat dan nog wel het meest serieus. Op een journalistieke manier. Ja. Nou, heel goed. Maar die vond je dus het beste, die 2 eigenlijk. Maar heel goed. Nou ja, goed, ja. Nou, ik moet je ook heel eerlijk zeggen, als ik wilde weten hoe de situatie in Israël was, keek ik altijd naar TMF. Je doet nu natuurlijk een fantastisch programma, Fear Factor. Ja. Je moet daar zo even wat over vertellen. Want we hebben ook even misschien wat uitdagingen voor ons hier met z'n drieën. Want jullie hebben wat gore dingen dat programma gedaan. Ja. Ja, en het, dat had je me niet verteld. Nee. Dus we hebben een verrassingje voor je. Taxi hier met Fabienne. Straks bij! Godverdomme! Wat gaan Robert en Fabienne straks eten? En help! Eddie Wall is dik! Blijf bij Jensen! Omhoog of omlaag, er is geen verschil meer. Nieuw Mach 3 Turbo.
totaal scheergemak of je nu omlaag of omhoog scheert. Een nieuwe anti-friction coating op alle drie de scheermesjes. Plus een nieuwe strip waardoor de mesjes nog beter glijden. Zelfs tegen de baardgroeirichting in, minder huidirritatie en het gladste scheerresultaat. De wereld van het scheren staat op zijn kop. Mach 3 Turbo, nieuw van Gillette. Probeer de nieuwe Gillette-serie Scheergel voor verzorging tijdens het scheren. I could start by dating a guy, then drive him away. I could make a woman fall head over heels in love. Think of him! I know he's cute, but I have a little self-control. I'll spare love and more. True. How to lose a guy in 10 days. 28 mei in de bioscoop. Ik heb ze even gebeld voor vervallend vervoer, het BTO. Zo mooi aan deze autopolis. Staat een van de laagste premies en ze regelen echt alles. Dag mevrouw van de Ven. Mag ik misschien uw handtekening? Ja hoor, tuurlijk. Bij het kruis graag. Dank u wel. Je bent geweldig! Ik ben opeens wel erg populair. Ik weet niet hoor. Maar zou dat nou door FBTO komen? Onder andere mevrouw van de Ven. Onder andere. Om je elke dag goed te blijven voelen gebruik je Davitamon FemFit. Voor extra energie bij een vermoeid gevoel en als ondersteuning bij ongemak rond je menstruatie. Omdat het lichaam van een vrouw nu helemaal anders is dan dat van een man. Davitamon FemFit. Dit is Jos Verstappen. Ze doet alles op de fiets. Van Halfords. Dit is Jos Verstappen. Is een autostoeltje van Halfords. En dit is Jos Verstappen met zijn trompet. En zijn autoradio van Halfords. En wat heeft hij van Halfords? Een stickertje op zijn auto. Zo heeft iedereen zijn voordeel bij Halfords. Nu bij Halfords Twinnyload fietsdrager. Van 135 voor 99 euro. Bij huisdieren, huisstofnijd en hooikoorts. Snel uw allergische reactie onder controle met Reactine. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Reactine werkt snel. En wel 24 uur lang. Nieuwe Reactine. Uw allergische reactie snel onder controle. Nu te koop op video en dubbel DVD. Die Another Day. My friends call me James Bond. Zinderende actie. Sensuele verleiding. Spectaculaire stunts. Nu te koop op video en dubbel DVD. James Bond in Die Another Day. Go! La, 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 la. You got the power to know you're indestructible. Dat ziet er flexibel uit. Go! Always flexible. Nu in de meeste winkels voordeliger geprijsd. Deze week 25% korting op alle diepvriespizza's van Albert Heijn. Wat doe jij om van je roos af te komen? Verfris jezelf met natuurlijke menthol van Hair & Shoulders. Het verwijdert alle zichtbare roos met een waanzinnig fris gevoel. Cool. Verfris het. Hair & Shoulders met natuurlijke menthol. De coolste manier om van je roos af te komen. Achoo. Renteloos genieten, renteloos rijden, dat kan met de gratis Opel-financiering. Nu 3 jaar lang 0% rente. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Is dat babylotion in het bad? Je hebt voor de helft gelijk, nou ja, voor een derde. Want er zit een derde deel babylotion in de nieuwe Natusan Baby Softwash. Dus nu kun je ook je eigen huid babyzacht wassen. Begrepen? Ja, ja, ja! Nee, oké. Okay. Onze nieuwe Natusan Softwash heeft een derde babylotion voor een babyzachte huid. Ja! Way too much fun.
Nieuw van Rimmel London. Shine Temptation Stars Lipstick. Een super glinsterende finishing touch voor je lippen. De vonken vliegen er vanaf. Veroorzaak een schokeffect met Stars Lipstick van Rimmel. Get the London look. Daar word ik bang van. Maar je bent helemaal geen spook. Noem je dat vlekkeloos? Noem je dat schoon? Ken je de nieuwe Persil niet? Dankzij de multiactieve kracht van Persil worden al uw vlekken zelfs op lage temperaturen verwijderd. Persil. Schitterend schoon. Kwaliteit van Henkel. Welkom bij de echte spoken. Wow. Dommels Ice, koudste bier van Nederland. Morgen, de blockbuster Broken Arrow. Tijdens een vlucht met een bommenwerper grijpt één piloot de macht en verdwijnt met de belangrijke lading. No bombs on board. This is a real nightmare. Een zenuwslopende zoektocht mondt uit in een gevecht op leven en dood. Stop! John Travolta. I used unencoded circuit boards. Egest activated. A nuclear warhead. En Christian Slater in Broken Arrow. God damn, what a rush! Morgenavond, blockbusteravond. Om 10 uur bij Jorin. Woo! Straks bij Jorin aangename ontmoetingen en geheime afspraakjes op Bombini Beach. Maar eerst terug naar Jensen. Hier gast Toet Fabienne. Toet mag ik zeggen. Toet die presenteert tegenwoordig Fear Factor. Ik heb nog wel een paar suggesties hoor. Ja? Ik ben er bang voor. Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Viola Holt insmeren op een zonnige dag. Wie durft dat? Nou ja, ik weet zelf ook niet precies wat het is, maar de redactie die heeft iets voorbereid. Ook een soort van Fear Factor voor ons dan. En we moeten maar even kijken wat we ermee doen en of we ermee kunnen. Het heeft te maken met eten. Nou, kom maar even hier. Natuurlijk. Ik weet niet wat het is. Kijk eens, daar komt ze. Die werpen ook de meeste tegenstand natuurlijk op. Omdat dat iets is wat we ons gewoon niet kunnen voorstellen. Wat eten? Nou ja, die dingen die we voorschoten. Heel goed. Terwijl dat vaak wel delicatesses ergens zijn. Nou, ik haal het er eventjes af. Ik ben dan even benieuwd. Het beweegt niet, geloof ik, hè? Dat weet ik niet. Oh, het beweegt wel. Oh, het beweegt wel. Oh, doe mij dat stukje tomaat. Oeh, wat smeurt dit, zeg hé. Maar kijk, wat is het? Ja, dit zijn maden hier. Ja. Oh, dat is goor. Maar het schijnt dat je dit dus dit kan hersenen. Eten. En dit zijn hersenen. En wat is dat dan? God, wat zijn dat? Dat zijn geitenballen? Geitenballen? Jezus. Arme geit. Zoals je weet zijn er drie dingetjes. Ik mag eerst. No. Daarna nee. Toe. Nee. En daarna Jan. Even kijken, wat zal het worden? Maden, hersenen of godverdamme, ik kan het echt niet. Nee. Ik kan het niet. Maar dat hoeft ook niet, hè? Waarom niet? Nou, ik vind wel dat we één ding moeten doen. Nee, maar goed, we stellen die mensen voor de keuze. En als ze zoiets hebben van, nou, dit gaat gewoon te ver voor mij, dan ja, stappen ze op. Ik vind het slap. Maar is dit een beetje goed klaargemaakt ook en zo, of niet? Ja, dit kan Klopt. Je echt eten. Ja. Dus je hebt ballen, hersenen en maden. Dat ga je toch niet doen? Nou, jij moet ook even eentje. Ja, dat is goed met je. Nee, je moet. Tegenwoordig in ieder Toet, programma. Je moet. Ik presenteer het programma. Tegenwoordig, overal waar je moet ik van tevoren dingen eten. Je komt niet tut. Heb je ook een helikopter buiten? Ja, we hebben hier die. Maar dit kan je, dit zijn je dus echt te kunnen ja, eten, kun je, die maden. Die kun kan je het eten. Echt? Ja, die kun je gewoon eten. Kan je die eten? Ja. Wil je er eentje nemen? Oh. Toet, je doet het. Ja. Hoe was het? Hij
Hij splatst in je mond open. Maar, niks. Maar is het wel te hakken? Ja hoor, prima. Ja? Nou, dan heb ik er ook een. Nee, het is heel goor. Je hebt er echt één genomen, hè? Mm-hmm. Dan doe ik er ook één. Je zag het. Maar je kan het eten, toch? Even aan Saddam, die heeft het iedere dag gegeten in zijn leven. Saddam, kan je dit eten? Ja, hè? Jan, ik doe het gewoon. Oh, het is zo goor. Gewoon met je... Maar je moet het even met je vingers pakken. Met je vingers. Hoppa. Wel goed kouwen. Oeh. Hij splitst echt, hè? Ja, maar ik heb natuurlijk niet goed gekauwd, dus nu leeft hij nog ja, in. Ja, en dan vermenigvuldigen ze. Wat? Ze vermenigvuldigen dan. Is dat zo? Jan, nu jij. Ja. Mag ik het? Mag ik een tomaatje, Robert? Nee, Jan. Je mag hem wel dippen in de maden. We zijn echt gek dat we dit doen, hè? Kom eens hier. Hier, Jan die maakt er meteen zijn claim. Claim te veel. Hij splitst, hè? Hij splitst open. Maar heb je goed gekauwd? Hij is wel dood, hoop ja. Ik. Ik heb ook een beetje een raar gevoel. Jan, heb je goed gekauwd? Ik namelijk niet. Ik krijg ook een beetje jeuk. Heeft iemand een liniaal of zo? Even krabben? Of een kleerhanger? Ja, ik denk echt dat ik op de terugweg even op de trekhaak moet gaan zitten. Verschrikkelijk. Nou, die hersenen en die geitenballen geloof ik nou wel. Ja. Of wil je het ook proberen? Nee toch wel. Dank je. Nou, ik vind dat wij een applausje verdienen. Ja. Knap, hè? Ik wil je bedanken dat je mee hebt gedaan. We hebben het echt gefroten namelijk. Ja. Dat is niet veel, maar... Oeh, het smeurt ook. Ik moet dit weg hebben. Nee. Ik ga jou eerst wegkeilen. Dames en heren, tot Fabienne. Fabienne, ik moet je namens Robert nog even hartelijk bedanken. En hij had een klein cadeautje voor je. Oh, die ijsklontjes. En die kan hij beter gebruiken, want hij heeft tegenwoordig grotere borsten dan ik. Met nog een beetje een rare bijsmaak. Dan kon ik mijn volgende gast aan. En ja, Jan die zit helemaal te glimmen, want dit vind je een fantastische gast. Hij komt. Hij lijkt ook een beetje op je. Dorpsgek van heel Vlaanderen. Koning van het Vlaamse levenslied. Het belangrijkste exportproduct van België. Natuurlijk na patat en de kinderfoto. Hier is Eddie Wally! Dans, mi amor, come on, baby. Onder de zon. Dans, mi amor. Kom en dans met mij. Come on, dans, mi amor. Oké, dank u wel. Eddie, jongen. Goedenavond. Eddie, jongen. Goedenavond. Een goede avond gaan zitten. Dank u. Eddie, ja? Hoe is het, jongen? Uitstekend. Uitstekend. Ja, ik ga draai nu even naar Jan. Want Jan, ga jij eens even vertellen... Ja, dit Eddie, is... wie zit hier naast dit mij? Dit is de meest bijzondere man van België, Robert. Want dit is een man die ik persoonlijk al jaren volg. En nou die hier toch zit... Ja. Ik heb het langspeler meegenomen van hem. Och, van heel lang geleden, Eddie. Ja. Ik weet, je bent 70. Ik weet niet hoe lang je hier onder ons bent. Zou je hem even willen tekenen? Ja, ja hoor. Gewoon voor het geld dat het geld waard wordt. Ja voor het alsjeblieft, dat wordt... Ja. Dank u wel. Hey, en hoe oud is Eddie, Jan? Eddie is 70 jaar en heeft eigenlijk zijn hele leven al gezongen. En heeft hij zijn haar, dat is nog, is hij helemaal niet grijs, verft nee, die? Dat is geverfd, heb ik begrepen, uit Betrouwbare Bron. Ja. En hij verdient ook nog de kost als marktkramer. Als marktkramer, waarom staat hij toch op de markt dan? Ja, dat is een beetje een merkwaardig verhaal. Daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Een van zijn bekendste platen is ook Als marktkramer ben ik geboren. Ja. En een van zijn andere hits was Sherry. En ik spring uit mijn vliegmachine om jou te kunnen zien. Maar is hij in België een grote... ster? In België is het is de bekendste bel van België, dit. Ja. En heeft hij nou in Nederland wel eens hits gehad? Eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk niet. Hij heeft wel een paar platen uitgebracht. Onder andere Ik heet Eddie. Ik noem je schatje aangenaam. En er staat op mijn graf een tuin met een steen. Ja. Maar daar rust nu mijn hond, zo was er geen een. Maar als je Eddie in België gaat rondlopen... In België kan Eddie niet over straat lopen. Nee, dan mensen lopen. Hij is bekender dan de paus in België. Is dat zo? Ik zou zeggen, mag ik... Oh, Eddie is er ook nog, ja. Dat is waar. Ik
zo graag iets met een beetje. Dat mag, Eddie. Want u zegt in Nederland nog niet zo bekend. Maar ik heb al 60% van mijn optreden in Nederland. Oh, echt waar? Hey, en ben je wel eens in het buitenland ook geweest, buiten Nederland? Ja, ik zou zeggen China. Wanneer ben je in China geweest? 5 jaar geleden. Ja. Oh, je moet niet bang zijn, hoor, jongen. Ja, wij hebben in Nederland kijken wij daar iets anders tegenaan dan in België. Eddie, we zullen jou even in quarantaine moeten plaatsen. Dat is goed. Oh, hij wil liever zijn hoed niet afdoen. Ja, wel. Amai. Dat mag. Ja, oké. Okay. Stuk beter. Nou ja, Eddie, heel goed. Stuk beter. Jan, heb je door hoe ik jou gewoon zonder mondkapje laat zitten? Ja, mijn dagen zijn geteld in het ondermaanse. Ja, heel goed. Zeg maar, Eddie, laten we even een stukje kijken van jou in China. Jazeker. Ladies and gentlemen, here's your friend on televisie, Mr. Eddie Wally from Belgium. Eddie Wally, ooit de grote man in China. Voorlopig blijft Mao nog steeds nummer 1. In het circus van Shanghai wil ik zijn. The voice of Europe, Mr. Eddie Wally. Zo, dat is heel bijzonder. Ja. Dank je wel. Maar wat heb je nog meer? Heb je in China, ben je een grote ster daar ook? Ja, maar ik heb toch... ik was toch de eerste Vlaming die mocht optreden in China. Ja? Ja? In het grote circus van Shanghai. Oh, ja? Op één voorwaarde dat ik in het Chinees zong. Dus ik heb een plaat opgenomen. In het Chinees, pao pe, niet zo'n tang, wat je wel ai. Zo, dat vind ik heel bijzonder. Maar in België, daar ben je dus een zeer grote ster ook. Help je daar ook maatschappelijk op sociale problemen? Sociale problemen? Nee hoor. Nou, bijvoorbeeld met de verkiezingen, hè, recentelijk. Dit weekend er is een verkiezing geweest. Heb je ook gestemd? Ja, ik heb ook geweest te stemmen hoor. Zeker, want ik heb het debat meegevolgd nog vrijdag heb ik het debat meegevolgd en hebben ze mij een rechtstaande applaus gegeven als ik de zaal binnenkwam. Oh ja? De premier Van Hofstad was er ook en ze hebben een liedje gemaakt, Gert Hoogste, ook op de dingen die ik gebruikt heb van Chérie, ja. Hebben ze over de premier dan een liedje gemaakt. Juist, ja. Dank je wel. Wat is er? Stikt Eddie? Jan, kan je Eddie even afdoen? Want wij hebben toch een kapje, dus... Dank je wel.